Vandaag zijn we bijeen voor een heugelijk feit, maar dat begrijpen jullie sowieso al. Vandaag gaat burgemeester Van Oosten onze woning De Hofstee openen. Oh. In De Hofstee wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit. En daarom wil ik deze samenkomst, nu heb ik het opgeschreven, dit samen zijn met jullie ook starten met een kort gebed. Vader God, we danken u. U heeft ons ideeën te binnen gebracht. We zijn aan het werk geweest. We zijn gezegend. Dit is het moment van het openen van de Hofstee. En ik bid u dat u de Hofstee net zo zult zegenen als het proces van de bouw. Uiteindelijk komt alles goed. In Jezus' machtige naam. En dat ging waar rempel, niet zonder slag of stoot. Veel hobbels hebben we moeten nemen. Avi Korengevel licht in zijn toespraak de voor- en tegenslagen toe die leiden tot het huidige resultaat. Zojuist heb ik een preview gekregen van deze prachtige, prachtige plek. Van Ravi en van Johan. Dus alle kamers van de 20 bewoners. Alle kamers van de 20 bewoners die heb ik al een beetje van buiten mogen aanschouwen. En dadelijk verheug ik me dat de andere bewoners mij dat natuurlijk nog even opnieuw laten zien. Een leuke bijkomstigheid was dat Ari en zijn vrouw een lintje in de orde van Oranje Nassau ontvingen van de burgemeester. En Ravi heeft het. De opening kwam tot stand door het luiden van een bel door de burgemeester en het onthullen van een bord door de nieuwe bewoners.